vond het één groot feest, echt waar. Pure magie. Ik heb met zoveel lezeressen, bezoekers gesproken die heel enthousiast waren. Die enorm genoten hebben van de aankleding, van de sfeer, van alles wat ze hebben kunnen doen. Ja, ik vind het echt fantastisch. De sfeer is echt zo leuk. Je komt er helemaal in de kerstsfeer. Wij zijn drie generaties. Mijn dochter, schoonmoeder en binnenkort hopelijk ook kleindochter en achterkleindochter, dat we met z'n vieren kunnen gaan. Wat ik leuk vind hier is dat je hier niet één podium hebt, maar er zijn hier allerlei kleine podiums. Echt zo'n beetje zo'n festivalgevoel. Dus je kunt hier overal nergens terecht en we zijn bij allerlei dingen eventjes langs geweest. Echt, als ik hier binnen loop, ik meteen de kerstsfeer. Nou, bij de Sky Radio stand ook meteen de kerstman op de foto, dus hartstikke leuk. Lekker samen een dagje uit. We hadden 16.000 workshopplaatsen deze week. Ik heb gedanst in het theater samen met lezeressen. Dat was ontzettend leuk. Jeroen van den Boom, van Dikhout. Dit is volgens mij al, volgens mij sinds jaar en dag dat ik al Margriet Winterver mag zingen. En dat vind ik altijd leuk. Ze kunnen me er ook altijd voor bellen. Dat vind ik gewoon prachtig. Superleuk. En mensen hebben er echt zin in. Dat zie je ook. Mensen denken alleen maar, feest. En schrijvers als Isa Hoes, Medina Schuurman. Het is al het derde jaar dat ik hier ben. Superleuk dat ik elke keer mag komen. Het is de eerste keer dat ik met Medina ben. Dat is nog leuker natuurlijk. En echt heel erg fijn dat, dat we even een podium kregen voor ons boek. En was natuurlijk een hoogtepunt midden in de week dat prinses Laurentine hier is geweest. Ik ben gevraagd om te praten over mijn nieuwe boek. Nog lang en gelukkig. Voorleesboek voor volwassenen. En het was fantastisch om met een zo'n mooie groep mensen hier in het Margriethuis daarover te praten. We hebben gekeken naar de modeshows, die waren ook heel erg leuk dit jaar. En dit jaar werd er ook weer enorm geshopt. Maar ja, wat wil je met 300 verschillende shops, beautygebied, modegebied, lekker eten, ideeën krijgen voor de feestdagen. Nou, we kijken echt overal rond voor kleding, voor wat lekkers te eten of iets te drinken en zo. Ja, het is altijd gezellig. Het was een fantastische week. Ik vind het jammer dat het voorbij is, maar we gaan ons alweer voorbereiden op volgend jaar, Margriet Winter Festival 17, waarvoor ik jullie nu al van harte wil uitnodigen. Want hoe meer Margriet vrouwen hier zijn, hoe groter het feest. En dat was dit jaar weer helemaal het geval. Het was pure magie. Wij komen volgend jaar zeker weer. Zolang de Margrietbeurs is, blijven wij komen. Ja, graag tot volgend jaar. Echt allemaal. Doei!